Hij kon niet meer over straat in eigen land. Met eenzelfde sterrenstatus als David Beckham heeft in Engeland verliet de Japanse judoka Kosei Inoue daarom zijn huis en probeert het nu op een rustiger plek. Hier is hij niet bekend om, maar hierom wel. Kosei Inoue is de sportheld van Japan. Drievoudig wereldkampioen en gouden medaillewinnaar tijdens de Olympische Spelen van 2000. En dat had zijn keerzijde, want Kosei kon niet normaal meer over straat in zijn eigen land. En dus verhuisde hij met zijn vrouw naar Schotland. Kosei geeft daarom ook les in het Schotse Edinburgh. Dit tot grote vreugde van zijn leerlingen. This is an aura that's with him when you practice with him on the mat. It's just an absolute pleasure. It's incredible. You can learn so much just from 5 minutes. Kosei geniet van zijn nieuwe leven in Schotland, maar de vraag is hoe lang het duurt voor hij hier door Japanse toeristen wordt herkend.